Van start en in een andere baanindeling als ik op papier had staan. Maar dat is niet zo erg, want we gaan gewoon kijken naar degene die het snelst is hier vandaag op de baan. En, de snelste op papier is Wilfred van Holst met startnummer 383. Man van Groningen Atletiek, 1.48.01. En met 377, Bram Buikel, ook van Groningen Atletiek, die het tijd heeft staan van 1.49.91. Dat zijn de twee snelste mannen in dit gezelschap. Thomas van Laar met 348. Die heeft in een tijd van 1.50.08. We staan in derde in het rijtje van snelste mannen. Aan de leiding Wilfred van Holst. En het is dringen aan de leiding. Ik denk dat hij een huis was. Wie is het beste huis op die laatste 100 meter? Dat denk ik ook. Zit er een eindstrijd in of is het al vergeven? Het lijkt vergeven. Het is Thomas van Laar die weggaat met de overwinning. 1.50.65 is zijn eindtijd. Met deze 800 meter.